Eliwa Timuri, 1-1. Teleurstelling? Ja, we gingen graag voor de winst vandaag. Van tevoren ook afgesproken hoe we de winst konden behalen. Uiteindelijk niet gelukt. Dus qua uitslag zeker teleurstellend. We hebben beide ploegen kans gehad op die 2-1. Dus het was een wedstrijd die wel redelijk in evenwicht was. Ja. Begin van de competitie hebben we als doel handhaving. Nu doen we de afgelopen weken het aardig. Heel goed. En weten we ook dat we in de periode bovenaan staan. Alleen voornaamste doel is handhaving. En heb ik vorige week gezegd, die weken daarvoor. Dat is ons prioriteit. En nu hebben we een punt erbij. We hadden misschien ook wel kunnen verliezen. Want we kijken naar de winst. Of na het gelijkspel, een punt. Maar als je hem eventueel verliest, dan zit je met 0 punten. Natuurlijk willen we de periode pakken. Want we stonden er goed voor. We staan er goed voor. Hebben we niet gepakt. Dus we kijken naar hetgeen wat we beter kunnen doen. En we hebben weer een punt verzameld. Is dat ook een beetje de druk die er misschien op de ploeg was? Dat tweede periode kampioenschap? Nee, helemaal niet. Van de week, ook in de wedstrijdbespreking, heb ik de jongens aangegeven. En de jongens zeggen dat ook tegen elkaar. Dat we die druk onszelf niet moeten opleggen. Want we weten wat we kunnen. En dat hebben we de afgelopen weken bewezen. En alleen daarvan kunnen we ook RK HVV het moeilijk maken. Hebben we bij fases gedaan, maar niet bij alle, niet de gele wedstrijd. Oorzaken daarvoor is dat we snel twee jongens verliezen. Sowieso Tom verliezen. Pepijn valt uit. Jongens die invallen doen het goed. Complimenten, wat is het weer de eigen jeugd die eraan zit te komen. Jongens die het goed invullen. Misschien niet op de posities die ze normaal, waar ze normaal spelen, maar ze doen het goed. En we zijn bezig met doorstromen van jeugd. En jeugd moet de kans krijgen. Een aanlating is dus dat een Tom uitvalt met een blessure. Ian valt uit. Pepijn valt uit. Maar staan weer jongens op. Het zijn dus drie belangrijke mannen in je team, in het basisteam. Die vooral Tom Nouwens al heel snel naar de kant toe. Ian Kwak ook nog voor de rust. En dan moet je gedwongen wisselen en niet naar jouw keuze. Geen wissels naar jouw keuze. Nou, geen wissels naar mijn keuze. We hebben die jongens erbij omdat zij... Ik bedoel degene die eruit gaan. Nee, dat had je van tevoren niet voorspeld. Alleen als ze eruit gaan, dan moet je daarop anticiperen. Hebben we gedaan. Mike Bavelaar deed het goed. De andere jongens, Patrick die erin kwam, deed het ook goed. En Floris in de tweede helft. Dus wat dat betreft hebben we jongens die weer opstaan. Zonder van de jongens die uitvallen. Want die hebben we gewoon nodig. Dat hebben we de afgelopen weken de jongens bewezen. Met een goed resultaat de afgelopen weken. En nu wat minder, maar we hebben een punt. Laten we vooral kijken naar over twee weken Heerenveen uit. Dan komt het denk ik even goed uit dat je 2 weken de tijd hebt om weer een aantal van de jongens opgelapt te krijgen. Ja, nou ja, vooral de jongens die eruit zijn gegaan... Hebben blessures, hebben nu 2 weken om uiteindelijk te herstellen. En dat is aan de medische staf en aan de jongens zelf om zo snel mogelijk weer erbij te komen. Laatste vraag, je speelt 1-1. Is dat punten verloren of heb je het gevoel dat je een punt gewonnen hebt? Ja, dat is lastig. Je moet die afweging maken en dat gaan we van de week doen. We hebben ze ook tegengekregen, de kansen. We hebben ze ook meegekregen. Uiteindelijk is 1-1 misschien wel verdiend. En kijken we naar de positieve dingen en de dingen die we beter kunnen doen. Dus genoeg werk aan de winkel.